veel mensen verlaten hun huis. In totaal moeten hier 100.000 mensen weg. Gisteren kreeg zij het advies voor morgenochtend 8 uur te vertrekken. Ook delen van de steden Tiel en Culemborg, en ik heb zojuist gehoord, heel Tiel en Culemborg worden geëvacueerd. De problemen breiden zich nu stroomafwaarts uit, zoals bij de Gorkum Oost. Rond deze tijd wordt besloten of ook een deel van Gorkum moet worden ontruimd. Door de Alblasser Raad wordt beschermd in de gaten gehouden. In Bovenharingsveld gaan van 5500 mensen voor evacuatie. Problemen zijn er ook in deze bocht. Bij Paarden, onder het wiel, maar in gevaar voor de Zuid-Westerie van de Hek. Brandweer en dijkwachten zijn er nog wel ingeschakeld. Ik bedoel dat we over de 24 uur al van boord gaan. Dus we steeds nog van de dijk met hulp van de Zuid-Westerie. We hebben nu Zuid-West achter de dijk. In Culemborg en in de Tielerwaard verloopt overigens soepel. De uitocht lijkt in de avond en in de vroege ochtend tot flinke opstoppingen op de uitvalswegen van de regio, waaruit 100.000 mensen uit weg zullen. In Tiel is het crisiscentrum gevestigd, daar voor de rijstaat nu nog 2 jaar langer. En hier is het crisiscentrum gehouden dat op dit moment ongeveer 20% in totaal 100.000 mensen. Als de mensen dat redden zijn of zo.